Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering. Mijn naam is Marlies Dekkers en vandaag heb ik de gast Heleen Mees. Heleen, welkom. Welkom, ja. Dankjewel. Jij bent macro-econoom. Je hebt 9 maanden gewoond in China. In Beijing. Beijing. En jij woont nu in New York. Ja. En laten we het vandaag eens proberen te schetsen. Wat heeft China nu te maken met dat Trump verkozen is? Ja, dat is een hele belangrijke vraag die je daar stelt. Want veel mensen die denken Donald Trump, hè, ook het populisme hier in Europa heeft vooral te maken met de financiële crisis. En als ze kijken naar de financiële crisis, denken ze bankiers. Hè, dat is eenvoudig, de bankiers hebben de financiële crisis veroorzaakt. En ik wil niet de bankiers helemaal vrijpleiten. Nee, daar zijn ze absoluut niet. Dat, ja, ze zijn niet onschuldig, ze hebben fouten gemaakt, ze hebben vooral hun eigen zakken gevuld. Maar dan is nog steeds de vraag, wat ging daaraan vooraf aan die crisis? En dan zie je dat hele grote stijging van de huizenprijzen, die werden mogelijk gemaakt door grote daling van de rente, hele scherpe daling van de rente, gezorgd heeft dat in landen, ook in Nederland, maar ook vooral in landen in de Europese periferie en in de Verenigde Staten, huizenprijzen enorm gestegen zijn. Ja, en wat gaan mensen doen wanneer hun huizenprijzen stijgen? Dan denken ze, ik ben heel erg rijk, ik kan meer uitgeven. Extra hypotheken op. Extra leningen, ja, meer hypotheek. En omdat die rente zo laag was, konden mensen ook vanuit hetzelfde inkomen dat ze hadden, uiteindelijk een veel hogere hypotheek en meer hypotheekrente, of hogere hypotheek betalen, want die rente was laag. Dus nog steeds, per saldo is de rente heel erg laag. Dus per saldo leidde dat niet tot hogere hypotheekbetalingen. En op die manier hebben we ons in het Westen verschrikkelijk in de schulden laten gestoken. Totdat het helemaal misging en het vertrouwen in de banken wegviel. En we hebben daar de brokken van gezien, want de banken stortten ineen. De economie kwam tot stilstand. Maar om nog te kijken waarom die rente zo historisch laag werd, hè, zeg maar vanaf midden vorige decennium, dus zeg maar vanaf 2003, 2004, moeten we kijken naar de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Dat gebeurde in december 2001. Niemand zat goed op te letten, want ja, we zaten eigenlijk nog helemaal versuft door de aanslag op de World Trade Towers in de Verenigde Staten. Ja, daar was ook hier in Europa nog niemand van bekomen. Dus heel stilletjes trad China toe tot de Wereldhandelsorganisatie. En dat was in het jaar? 2001. Dus in december 2001, echt twee maanden na de aanslag op de Twin Towers. 3 maanden na de aanslag op de Twin Towers. En wat dat teweeg bracht, is dat opeens, het was al aan de gang, dat China heel veel van onze producten ging produceren. Maar vanaf het moment dat er nog meer handelsbarrières verdwenen waren, zagen westerse bedrijven hun kans schoon. En in plaats van wat ze aanvankelijk dachten, waarom ze aanvankelijk China een hele begeerenswaardige markt vonden, het idee dat zij hun producten aan 1,3 miljard Chinezen konden verkopen. Ja, dan krijg je met Chinese marketing. Als er maar 1% van die grote hoeveelheid dan nog. Ja, als jij aan elke Chinese vrouw 1 BH kunt verkopen, ja, dan ben je een spekkoper, zeg maar, op zijn minst. Maar zo werkt het niet. Maar ja, zo bleek het helemaal niet te werken, want de meeste Chinezen waren veel te arm om Marlies Dekkers BH te kopen of een westerse televisieset. Maar wat er wel gebeurde, en wat naar ik begrijp jij zelf ook hebt gedaan, is dat westerse bedrijven hun productie allemaal naar China uitbesteden. Nee, ik heb absoluut ook. Ik produceer al meer dan 15 jaar in China. Ze doen het goed. Ze zijn betrouwbaar. Ze leveren op tijd. Het is eigenlijk een soort perfect match. Goede prijs. Ja. En dat is wat heel veel kapitalisten als jij is het inderdaad perfect match. Maar voor de mensen die normaal gesproken voor jou zouden hebben gewerkt, dan wel hier in Nederland of op een andere plek in het Westen, ja, daar is weer een baan verloren gegaan. Nou, moet ik toch even zeggen. Kijk, waar ik toen in zat, de productie in Europa lag eigenlijk zo goed als op zijn gat voor lingerie produceren. Mm-hmm.
Ik produceerde, ik ben de eerste 5 jaar begonnen productie in België. En nadat, dat was na 7 jaar of zo dat ik daar bezig was, is dat failliet gegaan. En eigenlijk alle producenten in Europa gingen failliet. En ik heb het ook nooit over onder stoel of banken. Ik heb me er ook nooit voor geschaamd. Ik produceer inderdaad nee, in China. Nee, het is ook niet. Ik snap het. Nee, maar veel merken hebben, zich, nee, hebben ja. dat verstopt. Die wilden dat niet snap laten ik? Nou, zien. Nou ja, dat voor een deel. Want Made in China, jij zegt gewoon ronduit de kwaliteit is heel goed. Ja. De meeste mensen hebben de indruk gehad. Ja, Made in China dat is made goedkope Made in China pearl. Is ja. pruts. En dat hebben we ook heel lang onszelf voor de gek gehouden in het Westen. Met het idee, China dat is geen echte concurrent, want het is allemaal tweede rangs materiaal. Het is allemaal niet goed geproduceerd. Maar het feit wat jij zegt, dat 15 jaar geleden al de producenten, textielproducenten hier failliet gingen, heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat China op dat moment de plek op het wereldtoneel... Ja, daarvoor al bezig was. De plek op het wereldtoneel aan het verwerven was en al die productie daar al. Want vaak is textiel een van de dingen die het eerst verplaatst wordt. Ja. Je ziet ook dat nu China zelf wat duurder wordt, dat de textielproductie als eerste naar weer andere landen die nog goedkoper zijn wordt verplaatst. En aanvankelijk leek het een soort gouden deal, want de prijzen bleven heel erg laag in het Westen. Nou, de koopkracht van mensen bleef op peil als je meerekende wat ze aan leningen konden afsluiten. Maar ja, uiteindelijk kon natuurlijk het verlies, of de goedkopere prijzen die je betaalde voor je sneakers, voor je ondergoed, voor je laptops, dat woog niet meer op tegen het verlies van de banen die ermee gepaard ging. En dat is het wat uiteindelijk, dus door te blijven lenen, konden mensen het gevoel van welvaart nog die illusie in stand houden. Daarmee kon ook de werkgelegenheid nog tot een redelijk peil, doordat mensen gewoon met consumptieve leningen, extra hypotheek, gewoon heel veel geld uit bleven geven. Maar per saldo heeft dat toch een enorme gat geslagen in met name de manufacturing base in de Verenigde Staten, ook hier. En dat de mensen die daar met name onder lijden zijn degene die dat soort werk voorheen deden. Dus het gaat om relatief laag gekwalificeerd werk. Dat zijn is wat de Trump-aanhangers zijn, die niet in de grote steden in Amerika wonen en werken, want daarvoor is het veel te duur om daar de productie te doen, maar die juist in het heartland, in een flyover zone werken. Ja, en die mensen zijn hun banen heel snel kwijtgeraakt. Anders dan in Europa of in Nederland is daar geen uitgebreid sociaal vangnet. En die mensen hebben wel erg veel grieven. En ik zou zeggen dat dat een belangrijke reden is dat Donald Trump is gekozen. En dat is dan een beetje karikatuur geworden van de boze witte man. Ja. Die aan de onderkant van de samenleving zit. Die geen werk nu meer heeft. Vaak verslaafd is aan opioids, pijnstillers en dergelijke. Ja, omdat dat ook heel die erg gezondheidszorg natuurlijk niet goed op orde is. Nee, er is gewoon een enorme verslavingsepidemie is daar gekomen. Dus je ziet ook van mensen van 40, die rond de 40, 50 zijn, is er een enorme stijging in het aantal sterfgevallen als gevolg van alcoholverslaving, drugsverslaving, zelfmoorden. Dat het gewoon schokkend is. Dat het sterftecijfer onder die leeftijdsgroep veel hoger is dan in andere westerse landen. Dus daar is een groot probleem in de Verenigde Staten. Ja, dat is geen perspectief ook, zeg maar, meer voor die mensen. Geen perspectief. Nee. De fabrieken staan leeg. Maar je hebt ook een periode gehad in die financiële crisis, dat juist de middenlaag ertussenuit viel. Dus in de pers is vooral heel erg nog voor Trump geweest in de tijd van Clinton, van de mensen hebben, en Obama, de mensen in de middenklasse hebben het moeilijk. Ja, dat snap ik. Dat is zo het idee van 2-3 keer modaal. Dat sluit elkaar niet helemaal uit, hè? Want de mensen die, zeg maar, die getroffen zijn in die middenklasse zijn nog altijd, Trump-aanhangers zijn nog altijd mensen die iets hoger inkomen hebben, want de mensen met de allerlaagste inkomens in de Verenigde Staten gaat vaak over African Americans, of groepen migranten nog, en mensen uit Latijns-Amerikaanse landen, Zuid-Amerikaanse landen. Maar het gaat over een vergane glorie voor die mensen. Dus het is nou niet eens of ze nou met hun inkomen op de allerlaagste
tray van sport van, het, hè, van de Amerikaanse samenleving staan. Maar het feit dat je vroeger met een fabrieksbaan kon je een goed leven leiden, had je een goed perspectief, kon je je gezin goed... En heel de sociale cultuur was daarop gebaseerd rondom die fabrieken. Ja, daar en daar heb je ook daar, en dat leverde dus ook heel veel... Ja, gewoon binnen die gebieden levert dat ook heel veel economische dynamiek op. Want je hebt niet alleen de mensen die in fabrieken werken, maar die mensen die in die fabrieken werken hebben ook weer spullen nodig, producten. Dus dat werd allemaal aangevoerd. Die hadden ook loodgieters nodig die voor ze zorgden. En al die soort, hè, die reparaties uitvoerden, moest gebouwd worden. En als die fabrieken sluiten, dan gaan mensen weg. Dus dan heb je een soort leegloop en dan krijg je hetzelfde effect wat je in Nederland in de grensgebieden ziet. Ja, is He, dat die leegloop en die vergrijzing, en die, dat toch tot een neerwaartse spiraal leidt. Wat mensen heel vaak heel opstandig maakt. En dat zie je feitelijk ook, want vaak is er natuurlijk ook in Nederlandse grensgebieden wordt er relatief reactionair gestemd. Hè? Dan wel de linkerzijde, dan wel de rechterzijde. Dus dat is niet zo. Maar jij was in die tijd van de verkiezingen Trump en Hillary. Mm-hmm. Of was jij mee aan het helpen voor Hillary Clinton. En hoe leefde deze problematiek toen? Want het lijkt net alsof toen helemaal niet gezien werd. En in één keer zitten we soort van met gebakken peren voor degene die tegen Trump zijn. Niemand heeft... Dus nu lijkt het zo klip en klaar. Mm-hmm. Van, hè, maar dat is gebeurd, China. Mm-hmm. Die grote werkloosheid aan die onderkant. Er was een hele grote onvrede. En dat lijkt door de democraten niet te zijn gezien of gehoord genoeg. Nee, dat is door Hillary Clinton helemaal niet gezien en gehoord. Het is wel mooi, het stond ook in een mooi verhaal van Arie Elshout in de Volkskrant. Tijdens de campagne bijeenkomsten met het campagneteam, dat Bill Clinton op een gegeven moment zei van vergeet niet de witte arbeider, hè, die weet zich niet gehoord. En Hillary Clinton was zo bezig met identiteitspolitiek en hè, iedereen die nu met een heel cosmopolitische kijk op het leven, met wat echt ja, de belofte van vooruitgang, de belofte van globalisering, die niet alleen de mensen de well-to-do zou helpen, maar ook ja, alle mensen, migranten en mensen... Ja, die toch qua identiteit niet in de normale gebruikelijke hokjes passen. Daar was ze zo mee bezig. Maar dat is toch meer LA New York-achtig. Ja, dat is. Maar daar, die gebieden heeft ze ook helemaal gewonnen. Ja. Hè? Dus het is alles wat grootstedelijk is. Ja. Dus als je de kaart ziet qua districten wat Hillary Clinton heeft gewonnen, dan heeft ze echt alleen maar een paar flarden aan de kust heeft ze gewonnen. En dan een heel klein beetje daar bij Chicago. En de rest is helemaal rood. Dat is allemaal Trumpland. En daar woont verder niet zoveel mensen. Maar degenen die er wonen zijn allemaal wel solid voor Trump. Ja, maar als je daar ook doorheen rijdt, dan begrijp je het ook gelijk. Het is ook een groot... Nou ja, ik denk dat het wel de grootste fout is geweest van Hillary Clinton. Ik vind ook de gedachte... Maar ja, dat is natuurlijk ook het... Het neoliberale denken toch wel van dat internationale handel altijd goed is. En ja, ik denk dat Donald Trump een van de weinigen is geweest die gedacht heeft van ja, internationale handel goed, het is een soort kaalslag voor de Verenigde Staten. Ja, dus nu heeft hij ook dat dus gezorgd dat voor staal een invoerverbod bewerkstelligd is. Importheffing. Importheffing. Dus hoe zie jij dat naar de toekomst toe? Want dat is natuurlijk een belofte die hij heeft gedaan voor die achterban. Ja. Maar heel de wereld huivert van wat gaan we het weer terug naar af en gaan we weer allemaal overal importheffing over? Ik denk dat Donald Trump, dit is gewoon een manier inderdaad om te laten zien, ik doe wat ik zeg. Hè? Dat of het goed is of slecht is en goed uitpakt of niet voor zijn kiezers. Dat doet er denk ik zelfs voor de kiezers op dit moment iets minder toe. Die willen gewoon dat hij kan zeggen van ik heb gedaan wat ik beloofd heb. Hij heeft natuurlijk in die zin straks wel iets om te laten zien.
Wat, ja, verder, mijn verwachting is, hoewel de afgelopen weekend bij de G7 echt verschrikkelijk is misgelopen. Die arme Justin Trudeau. Die er zo van langs kreeg. Dus ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat zelfs weinig mensen de afloop van de G7 hebben kunnen voorspellen. Zoals die afgelopen weekend was. Om daar nou meteen te zeggen van, zo gaat de toekomst. Daar heb ik niet een glazen bol. Dat er een flinke pas op de plaats gaat maken met de hele globalisering en integratie van markten. Dat lijkt me evident. En in een, dat vind ik ook wel een goede zaak. Want ja, het is een klein beetje met... want ik ben wel een aanhanger van globalisering en internationale handel. Net zoals ik ook tegenover migratie heel positief sta. Maar als je ook de democratische beginselen omhelst en je ziet wat er nu toch gebeurt, ook in landen als Nederland, hè, zeg maar de stroom vluchtelingen die naar Nederland kwam, dat was hier ook niet meer uitlegbaar. En dan kun je van de ene kant wel zeggen, ja, dat moet kunnen, maar als je tegelijkertijd een democratie bent, dan kun je het nog eens een keertje proberen beter uit te leggen, maar op een gegeven moment moet je zeggen, ja, misschien moeten we even een pas op de plaats maken. Ja, de grenzen van democratie, die zijn hier en daar wel getest. En dus zeker om... Meer dan getest, ja, ik denk dat we wel een beetje overheen zijn gegaan. Ja. Maar dat zie je ook. Dat, ja, maar dat is dan natuurlijk altijd wat links dan heel moeilijk vindt. Om dat dan toch te accepteren of daar een antwoord op te hebben. Van, maar nu klapt die om. Ja, dus dan moeten we misschien eerst zeggen van, nou, tot hier en niet verder. En dat is heel erg moeilijk. En rechts gaat dan heel snel heel populistisch daarover praten. Ja. En het redelijke midden blijkt dan toch heel moeilijk te zijn. Maar het is ook wel omdat links zich ook wel redelijk onredelijk dan weer opstelt. Ja, daarin, het is in ieder geval niet wil accepteren dat daar grenzen... Ja, maar in ieder geval, het is gewoon een heel lastige afweging natuurlijk. Uiteindelijk gun je het niemand om een Syrisch vluchteling te zijn en niet ergens welkom te zijn. Dus het verduiveld lastig probleem. In die zin hebben we het nu voor een deel opgelost door Turkije de last te laten dragen. Ja, we hebben het gewoon... We hebben het afgeschoven. Nou ja, en in die zin vind ik met globalisering... vind ik nog steeds in alle commentaren dat mensen te veel van... ja, maar globalisering is goed, hij snapt het allemaal niet. En ik denk, ja, Donald Trump snapt het best. Zeg maar Paul Krugman, die de Nobelprijs heeft gewonnen voor zijn theorie over internationale handel. Die zei, ja, maar je kunt een handelsoorlog helemaal niet winnen. Ik denk, ja, het is maar wie wij zijn. Ja, als wij de arbeiders zijn, zeg maar de achterban van Donald Trump. Ja, voor hun... is die handelsoorlog valt best wel te winnen. Misschien wordt de totale groei op wereldniveau wat minder. Maar ja, als daar met name de Chinezen onder lijden, wat zal dat die achterbond van Trump nou kunnen schelen? Dus in die zin heeft Donald Trump heeft daar de vinger op de zere plek gelegd. En als we nu even terug naar China gaan. Want ik heb zelf het idee dat mensen toch een heel abstract idee hebben van China. Dat... Een beetje Jip en Janneke-achtig over China denken, terwijl daar heel veel aan de hand is. Er is natuurlijk heel veel geld van ene continent naar het andere gegaan. Hè? Dus van het Westen naar China. En ze hebben daar wel heel veel mee gedaan. En ze hebben ondertussen weinig van ons gekocht. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel erg scheef gegaan. Maar kan jij eens een schets geven van waar de Chinese economie nu staat? Ja, ik denk dat het ook zo interessant is dat de totale structurele onderschatting van China in het Westen, dat vind ik ook zo opvallend. Want in China gaat het allemaal veel harder dan wij denken. Ik weet nog wel, zeker als econoom, dan weet je continu, zeker als je in Anglo-Saxische financiële literatuur, ja, kranten gewoon en zo. Maar altijd ging het over de harde landing van de Chinese economie. Harde landing na echt 15 jaar. Maar die economie... 15 jaar wachten ze al op een harde landing. En die economie groeit nog steeds met meer dan 7% per jaar. Dus en 7% per jaar groei betekent dat je economie in 10 jaar tijd verdubbeld. Ja, dus dat is enorm. Ja, en hij heeft nog veel harder gegroeid. Dus ook als je aan mensen in Beijing vraagt, die zeggen, ja, hij heeft 14% gegroeid. Dat mensen, toen wij ons zo in de schulden staken op het hoogtepunt, zeg maar 2006, 2007 groeide de Chinese economie 14%. Maar
dat zelfs mensen in Beijing zeggen, oh, mag het eventjes iets minder. Dus niet alleen maar de mensen die heel rijk zijn, maar ook de mensen gewoon op de straat. En in mijn proefschrift dat over China ging, zei ik van, nou ja, democracy is overrated. Democratie is overschat, want look is wat hier die Chinese regering voor elkaar krijgt. Nou ja, zij doen gewoon overnight maken ze beslissingen. En ze maken het maakbaar. Ja, en op lange termijn. Hè? Dus het is niet alleen... ze hebben gewoon een visie voor de lange termijn. Dat zie je nou, of je nou kijkt hoe ze opereren in de Zuid-Chinese Zee... Of hoe ze opereren. Eerst deden ze alle goedkope, relatief goedkope arbeid. Dan is het wel een... het is een centrale overheid nog steeds. Maar de Chinese overheid laat heel veel experimenten toe. En in zo'n groot land van 1,3 miljard mensen. En dan konden bestuurders, ze konden naar hartelust experimenteren met hoe dingen het beste werken. Of nou over scholing ging of over productie. Hadden ze ook speciale economische zones ingericht. Ja, en ze ziet dat het een hele inventieve manier is geweest, waardoor China al heel snel niet alleen de heel laagwaardige productie deed, maar ook steeds hoogwaardiger. En als de Westelingen iets zagen doen, dan bedachten ze al snel manieren om het zelf te produceren en het dan ook goedkoper te produceren. En ondertussen heeft de Chinese overheid heel veel geïnvesteerd in... Research and Development. Ik weet nog dat ik aan het promoveren was. Nou, dat stond toch nog helemaal niet zo lang geleden, 2010 of zo. Dan was het ook, ja, dan was China de risée, hè, op Indonesië. Ze staan nooit in, hè, als het gaat om ranglijsten met vermeldingen. En dat gaat nu ook heel snel. Ze hebben geen octrooien. Ja, dat gaat nu ook heel snel. Dus China werkt daar zo consequent aan. Dus een heleboel Chinezen gingen in het buitenland studeren. Ja, dat is een soort heel masterplan. Want het is daar wel zo normaal dat je je kinderen naar het Westen toe stuurde. Ja. Dus zij hebben zo geïnvesteerd door naar de universiteiten in het Westen. Want zij begrepen ook, ja, dat beheersen wij inderdaad niet zo goed. Dus ze onderkenden dat ook. Van ja, nieuwe dingen bedenken, dat zit niet zo in onze cultuur. Want ze hebben gewoon meer iets reactiefs en niet proactiefs. Maar die jongere generatie, ja, die heeft dat toch alweer heel snel... Ja, en ik weet niet eens of het alleen daarom... maar op een gegeven moment zijn natuurlijk die hele culturele revolutie... zo'n kaalslag geweest, omdat de universiteiten voor jaren gesloten waren. Er is ook veel hongersnood geweest, daarvoor nog. Ze hadden ook niet de resources om mensen op te leiden. Dus ze moesten daar wel naar het Westen. Maar je ziet de Chinezen die naar de beste universiteiten in Amerika zijn geweest. Die worden dan ook teruggekocht, die academici. En met hele hoge salarissen, zeker voor Chinese begrippen van $150.000 per jaar of zo. Nou, dat is in Beijing, zeker een aantal jaren geleden, een heel hoog inkomen. En dan op die manier weer die wetenschappers die op de beste universiteiten getraind zijn, weer terughalen naar China. En dan ook nog eens heel veel investeren in onderzoek. En wat het heel aantrekkelijk maakt natuurlijk voor wetenschappers om in China te opereren. En een laagregelige omgeving, waardoor je ook wel enge experimenten krijgt met gentechnologie en dergelijke. Maar ja, ook heel stimulerend is. Ja, het is een soort vrijplaats binnen... Absoluut. Grenzen wel, hè? Ja. Want de overheid is uiteindelijk wel dominant. Die kan wel bepalen, maar daarbinnen hebben ze heel veel ruimte gekregen. Ja, en dat lijkt nu weer wat... Ja, ik vind het voor de wetenschap moeilijker te zeggen, maar je ziet in brede zin... daar begint mijn enthousiasme voor China misschien een klein beetje te bekoelen. Is dat anders nog dan Facebook, maar dat de Chinese overheid eigenlijk op een manier toezicht greep wil krijgen op haar burgers en op de data. En daar een soort rating systeem, een soort sociaal kredietsysteem voor wil introduceren. Blijkt toch ook wel, kijk, het is nooit heel veel bedrijven zijn geprivatiseerd. Maar de hand van de overheid is nooit weg geweest, zeg maar. 60% van het bedrijfsleven wordt nog vrij... heeft er nog een grote invloed van de Chinese overheid. En dat komt omdat er gewoon partijleden bij die bedrijven zitten. Ja, en dat is in ieder geval zorgelijk. Dus, even om het te schetsen. Dus wij in het Westen hebben Silicon Valley als soort iconisch. Mm-hmm. Daar komt tech vandaan. Daar komt de modernisering vandaan. Alles op het gebied van technologie.
Bijvoorbeeld ook social media. China heeft Silicon Valley gewoon ver ingehaald. Ja, op een aantal gebieden, zeker mobiele telecommunicatie. Ja. En daar is het gecentraliseerd. Dus ja. Daar heb je niet WhatsApp, maar heb je, WeChat. WeChat. En WeChat, daar betaal je mee. Daar kun je veel meer mee dan met precies. WhatsApp. Precies. Ja. Dus dat is op een bepaalde manier heel handig. Maar daardoor zit die data natuurlijk ook mega gecentraliseerd. Ja. En wat jij net zei, dat je ook... Dus dat zat in Black Mirror, een serie van Netflix. Van nou, in de toekomst, weet je wel, worden we geliked. En dat bepaalt ja, maar heel dat gaat, erg. Ja, maar dat gaat niet zo lang meer duren. Dat is nee, dat bepaalt heel erg moet van... Moet al in 2020 al... Kijk, het is nog wat anders dan dat Facebook het doet. Of dat commerciële ondernemingen het doen. Dan wanneer de overheid het doet. Ja, maar om het dus even af te maken. Dus maatschappelijk gedrag wordt dus... Men bepaalt of jij je maatschappelijk gedrag acceptabel is of niet. Ja, dus als jij 's nachts inlogt om 3 uur op je apps of op je iPhone. Als je daarop kijkt. Of daar hebben ze natuurlijk Huawei of Xiaomi. Ja, Xiaomi denk ik telefoon. En dan krijg je punten afgetrokken. Ja, want je moet slapen. Je hoort te slapen. Maar het schijnt weer heel goed te zijn als je gordijnen koopt. Als je luiers koopt voor de baby. Dat is allemaal heel erg goed. Nou, dan heb je wel echt dichtbij een totalitair... Ja, dus het lijkt ook wel dat het faciliteert, zeg maar, voor een totaal regime. Aan de andere kant is het ook toch weer niet zoveel anders. Want neem een model of een fotograaf. Die moet toch minimaal 100.000 volgers hebben. Dat is eigenlijk al heel erg weinig. Ja. Anders wordt hij niet geboekt meer. He, dus mensen zelf die ook visagie doen of die haar doen, die moeten ook veel volgers hebben. Want als je niet veel volgers hebt, word je dus niet meer geboekt. Dus het heeft alleen de schijn van dat bij ons ja, in het Westen maar het is natuurlijk is, wat maar... anders als je er als overheid gevolgen aan gaat verbinden. Ja. Ik vind het wat anders. Als, dat is nog steeds. Dat is een beetje dezelfde discussie als het gaat over vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting, iemand mag iets zeggen, betekent niet dat hij op een televisieprogramma hoeft te krijgen om die mening op televisie te kunnen uiten. Het betekent niet dat als iemand de meest verwerpelijke dingen zegt, dat hij uitgenodigd moet worden bij Jinek aan tafel. Uh-huh. Daar is vrije ruimte. Het is wat anders als de overheid zegt van jij mag dat niet zeggen, want we zijn het niet met je eens. Ja, dus jij zegt dat in Los Angeles, dat heeft in die zin geen gevolgen voordat de regering daarop reageert. En of dat, het is niet door de, ja, door de staat. Niet door het, ja, je hebt niet door de staat, word je niet... gestraft. Nee, nou, het zou kunnen zijn dat Donald Trump een model met heel veel volgers. Nou ja, of dat uiteindelijk Facebook degene is die data heeft en de machtige is. En dat het dus niet bij ons dus niet door een overheid gebeurt, maar door een bedrijf. Ja, maar ja, uiteindelijk is Facebook's motief nog steeds gewoon winstmaximalisatie. En dat heeft toch, ja, dat vind ik toch minder. In die zin lig ik minder wakker van alles wat er met Facebook is gebeurd. Het is niet fraai. Ik heb ook wel eens begrepen dat wat ze dan aan profielen van mensen kregen, dat dat echt niet zo precies was dat ze daar een soort precisiebombardement mee konden doen. Van de andere kant, die nep-advertenties, die zagen er ook wel weer... Ik kan me ook wel voorstellen dat dat wel invloed heeft gehad op de verkiezingen. Maar ja, die verkiezingen waren zo close dat het toch uiteindelijk moeilijk is te zeggen of het nou de brief was die Comey op het laatste moment nog stuurde. Of, maar hoe erg is het dan in China? Want ik doe mensen die misschien niet Black Mirror hebben gezien, die niet rondlopen in China, zoals jij en ik, die hebben daar misschien toch geen idee van. Dus als we dat dan een beetje moeten schetsen. Ja, ik vind dat nu lastig. Eigenlijk ben al eventjes niet meer in China geweest. Ja, en het gaat hard daar. Ja, dat is juist. Dat gaat heel hard. Zeker op dit gebied gaat heel hard. Dat is echt iets van het laatste jaar. Dat is in 2016, misschien eind 2016, voor het eerst dat hele sociale... Het zal al wel langer in de plannen hebben gezeten, maar het is nu pas dat het naar buiten komt dat de regering dit in 2020 klaar wil hebben. En wat willen ze in 2020 klaar hebben? Ja, dat ze alle Chinezen aan een soort sociaal kredietsysteem onderwerpen en dat aan de manier waarop je je gedraagt
Dat je daar bepaalde voordelen... ja, maar ook of je krediet kunt krijgen. Of een woning. Ja, dergelijke zaken. En we hebben natuurlijk op bepaalde manieren doen we dat ook wel. Bijvoorbeeld in Amerika is heel bekend dat je credit history is heel belangrijk. Maar ja, dan gaat het nog steeds alleen maar voor de purpose of mag je wel weer een nieuwe lening krijgen. In China gaat het natuurlijk veel verder. Van, ja, als... nou, het economische en het sociale wordt aan elkaar gekoppeld. Absoluut. En dat heeft maar bij ja, ons nog de schijn. Dat is een hele makkelijke manier om echt... critici de mond te snoeren. En dat doen ze natuurlijk al heel effectief. Dat is natuurlijk wel heel verbluffend. Is, of, ja, en ook schokkend is juist hoe effectief de Chinese censuur is. Ik denk dat mensen dat ook niet gerealiseerd hebben. Je ziet wel kranten die heel enthousiast zijn begonnen met Chinese edities, zoals de Financial Times en de New York Times. Maar die niet alleen zijn die binnen no time zijn ze geblokkeerd. Maar dat nieuws dringt dus ook nauwelijks door. Je merkt dat op 4 juni, ik was er bijvoorbeeld toen de massacre zeg maar, op het plein van de eeuwige vrede. Volgens mij was het op dat moment 25 jaar. Ja, dat in de Chinese media merk je dan niks van. Ja, dan, het plein is wel leeg helemaal voor die gelegenheid. Dus ik was er die avond ook. Ik zat eigenlijk net te eten met uitzicht op het plein. Maar ja, dat het zo effectief is om, om mensen de mond te snoeren, critici, en dat nieuws dus ook niet doordringt. Wat vind je dan van de privacy-wetgeving, wat nu Europa... Oh, Thijs start. Dan moet ik al dat keer mijn cookies. En dan, weet je, vind ik ook zo de enige die je echt een goed inzicht geeft en waar je allemaal toestemming voor geeft, is de Nederlandse Omroep. Maar dan geef ik dus meteen geen toestemming meer. Dan denk ik, oh, geef je daar altijd allemaal als ik oké zeg toestemming voor. Maar ben jij ervoor of tegen gezien, zeg maar, de gevolgen? Nee, ik vind het heel goed, want als je ziet Facebook als enige waarvan... zeg maar slachtoffers van de data. Dat was iets van 78 miljoen of 87 miljoen gebruikers, Facebook-gebruikers van de data waren verkocht of gebruikt door het Analytica. Er waren geen slachtoffers zeg maar op het Europese vasteland. Ik denk, komt dat dan en was nog voor de nieuwe privacywetgeving. Dus ik vind dat een goede zaak. Je vindt dat niet, dat houdt vooruitgang tegen? Ja, maar vooruitgang mag ook af en toe wel eventjes langzamer gaan. Even wat pas op de plaats. Even een pas op de plaats, hoe dingen gaan. Goed even wikken en wegen. Ik ben erg voorstand voor vooruitgang. Maar dat hij de tijd even neemt voor die. Ja, dat je niet, zoals zeg maar met de toetreding van China naar de Wereldhandelsorganisatie. Dat is... Ja. Feitelijk onomkeerbaar, terwijl tenzij Donald Trump het hele systeem opblaast. Maar China heeft ons ook steeds minder nodig. Waarom heeft China ons steeds minder nodig? Want dat was natuurlijk altijd wat we ook gedacht hebben. China is natuurlijk een hele grote markt. Dus zeg maar Europa en de Verenigde Staten samen zijn iets van 700 miljoen inwoners. China heeft 2 keer zoveel inwoners bijna. Dus uiteindelijk hebben ze om consumenten te bereiken, hebben ze niet meer per se ons nodig. Als ze ook nog de Indiaanse markt kunnen bedienen, als die nog wat meer opkomt. Wat in de nieuwe Afrikaanse markten, dan who cares about Europa en de Verenigde Staten? En hoe zie jij het verhaal gaat altijd van de dollar, die wordt die zou helemaal in elkaar klappen als China dat niet zou ondersteunen. Ja, dat ben ik nooit zo. Broodje aan? Ja, want China zou dan het geld... Ja, waar moet China dan opeens met dat geld naartoe? Dus die zou dat dan in... Kijk, ze hebben het nu allemaal belegd in... Niet allemaal, maar een groot deel belegd in Amerikaanse obligaties. Ja, wat ze dan kunnen doen is het opeens gaan beleggen in allemaal Europese obligaties. Maar dan gaan natuurlijk de Europese obligatiehouders zien dat de rente van Europese obligaties heel snel daalt. Dus die zien al snel dat ze meer voordeel kunnen halen door een Amerikaanse... Het is een soort waterbed. Dus als China
zich gaat verzitten, dan gaat het water herverdeelt zich wel weer. Dus daar maak ik me niet zo heel veel zorgen over. Dat is niet, China kan niet opeens dat geld weghalen en er dan niks mee doen. Dan moet het toch weer ergens belegd worden. Dus dan, ja, dat geld ze kunnen is zeggen van, we halen het weg en we stoppen het helemaal in onze eigen economie. En dan gaat dat waterbed in één keer zo. Ja, maar dan heeft de Chinese economie, dan heeft dat helemaal niet de capaciteit voor. Dat is niet iets wat je, dat gaat over zoveel geld, dat kun je niet in één keer in de Chinese economie investeren. En dat willen ze ook niet, want ze willen natuurlijk dat een beetje uitstrijken. Want de Chinezen zeggen altijd, wij worden eerder oud dan dat we rijk worden. Daarom moeten ze nu heel snel verdienen, moeten heel veel geld verdienen om te zorgen dat ze straks als de geboortepiek voorbij is. En dat gaat nu heel snel, omdat die... wetgeving is opgeheven. Vanwege de eenkindpolitiek. Ja. En nu zelfs is de eenkindpolitiek opgeheven, mogen Chinezen weer meer kinderen krijgen. Maar nou hebben de Chinezen, vinden het eigenlijk wel lekker. Gewoon één dochter, leuk. Ja, maar dat was niet net een pijnlijk punt, dat één dochter. Want ze wilden natuurlijk dat ene kind, dat moest dan geen dochter zijn. Nee, ja, maar dat was vroeger zo. Maar nu geven veel Chinese voorkeur aan een meisje. En dat is wel heel leuk, want die eenkindpolitiek heeft wel hele interessante gevolgen. Want wat je ziet, als een gezin een meisje en een jongen krijgt, of een jongen en twee meisjes. En dan, de jongen krijgt altijd de meeste, daar wordt het meest in geïnvesteerd. Die krijgt het meeste. En dat ook in de westerse samenleving. Wordt het meest getroeteld. Hij wordt het meest lui. Alles. Maar als je maar één kind krijgt en dat wordt onverhoopt een meisje. Ja, dan gaat al je aandacht en al je liefde toch naar dat meisje. Daarom zie je er allemaal van die ontzettende... female billionaires. Niet alleen omdat ze geld erven van hun vaders, maar ook omdat alle talent en alle hoop en verwachtingen zijn op die meisjes gericht. Dus die worden in die zin opgevoed als een jongen. Maar het is inderdaad wel aan het veranderen wat jij zegt, maar in die tijd dat men in eerste instantie was de reactie, men wil een jongen. Ja, dan werden de meisjes nog over de rots gegooid. Ja, of ze bestonden niet officieel. Hè? Ja. Dus er was ook een hele grote groep die niet officieel bestond. En die jongens die werden heel erg verwend en werden prinsjes van gemaakt. En die meiden die klaagden stenen mee omdat ze zo lui waren. En ze wilden niet echt heel hard werken. En toen zijn die meiden die officieel niet bestonden heel hard gaan werken. Want die hadden gewoon wat te bevechten. En die zijn relatief welvarend geworden. Dat was in ieder geval de eerste lichting. Oké, ja. Nu willen veel ouders liever een meisje, want die zorgt ook voor haar ouders. Die is fijner. Ja, dat vinden ze veel fijner. Ja. Hoe verwacht jij dat om af te ronden, dat het tussen China en Amerika, die twee machtsblokken, hoe verwacht jij dat het zal gaan? Je zegt, ik kan niet in een glazen bol kijken. Ja, even over korte termijn met die tarieven. Ja. China wordt gewoon... groter en machtiger en groter en machtiger. En die kunnen wij... een beetje zijn schouders ophalen voor wat Trump aan het doen is. Hè? Nou, ik denk dat China wel met argusogen kijkt. Maar China weet natuurlijk van zichzelf ook wel dat het de unstoppable force is. Hè? Toen ik, zelfs nog in 2009, 2010, dan zei iedereen... nee, kijk maar naar de ervaring met Japan. Dachten we ook allemaal dat hij ons in ging halen. Maar Japan heeft een heel natuurlijke grens. En die heeft maar een bevolking van 240 miljoen mensen. Dus op het hoogtepunt waren ze Amerika wel voorbijgestreven. Maar veel verder kon het niet. Het levensniveau in in China op basis van formele wisselkoersen is nu nog maar een kwart van het levensniveau in... Nee, het is zelfs minder. Ik denk 1/6 van het levensniveau in Amerika... In termen van koopkracht is het een kwart. Dus dan zie je dat die Chinezen nog heel aandacht voor relatief lage prijs kunnen produceren. Ze zijn al heel geavanceerd. En ze hebben nog heel veel groei. Heel veel groei is. Dus binnen 10 jaar is China niet alleen op basis van koopkracht, dus wat je van je geld moet kopen, maar ook op basis van formele wisselkoersen. Amerika voorbij gestreefd, dan kan niemand meer ontkennen dat China de grootste economie is. En dan zijn ze al lang de machtigste economie van de wereld. Misschien toch nog even interessant, omdat jij Japan erbij noemt. Juist in Japan is niet dat experimenteren, wat jij zegt, wat China, zeg maar, die,
die hubs waar mensen konden proberen en uitproberen, is juist in Japan natuurlijk heel erg strikt de manier van werken. En dat men heeft altijd gedacht dat een hele goede manier was om vooruit te komen. En dat blijkt dus echt wel een plafond te hebben, zoals ook de democratie zijn plafond absoluut. Heeft. Absoluut, en ze hebben geen migratie. Ja, ik heb me echt, toen ik voor het eerst in Japan was, heb ik me echt enorm verwonderd over hoe die samenleving opereert. Iedereen is heel keurig, zelfs als het 40 graden is, dan loopt iedereen met hele keurige lapjes. Dus ik ben mooist gekleed. En, ja, je mag niet buiten de lijntjes kleuren. Nee, het is echt heel, heel precies. Maar ja, ik vind het een wonderlijke samenleving. Maar als je er rondloopt, snap je wel waarom de Japanse economie is altijd het schrikbeeld geweest voor Europese landen en voor Amerika. Van dat ons lot was. Zeker na de financiële crisis dachten we, nu komen we nooit meer komen we op zo'n structureel, eigenlijk een soort recessie uit. Dat is niet waar gebleken, want nu gaan toch de economie op alle vier cilinders. Niet iedereen profiteert er evenveel van in het Westen, maar niettemin. Ja, ik denk dat dat in Japan de grote ongelijkheid, heel hiërarchisch. Nou, geen migratie, geen diversiteit, geen aanbeveling voor de toekomst. Nee, dus dat model werkt niet. Maar in dat Chinese model zit toch absoluut wel ook, weet je, er zit ook angstscenario's in. Maar daar zit toch ook wel delen in waarvan ik denk, daar kunnen we wel wat van leren. Ja, enorm. Natuurlijk, het zal fijn zijn als we als Westen gewoon ons zelf een beetje bij de kladden konden nemen en bij elkaar, hè, snap je, together, act together en meer structureel nadenken over hoe de toekomst is. Ja, maar dat is dan dus een beetje de keerzijde van de democratie, van zoveel meninkjes. Nou ja, en dat natuurlijk politici heel erg geneigd zijn om heel korte termijn te reageren. Dus ik vind het interessant dat Mark Rutte zich nu juist een beetje meer die rol van staatsman toe-eigent. En eigenlijk nu zegt van ja, Europa, ik was nooit een voorstander en kan een heel mercantilistische opvatting van alleen maar als we er beter van konden worden. Maar nu eigenlijk zie ik toch Europa als een waardegemeenschap. En met name omdat we zo onder druk staan, omdat we eigenlijk niet meer op Amerika kunnen leunen. Dus dat vind ik een hele welkome ontwikkeling. Nou, je ziet vooral bijvoorbeeld, om heel even actueel, maar bijvoorbeeld de affaire Beatrix Ruf. Eén column van Bas Heijnen is voldoende om Ferdinand Grapperhaus en Karsjouw Longren ervan te overtuigen dat de directeur van het Stedelijk Museum meteen weg moet. En dat er niet even een rustig onderzoek kan worden afgewacht. En gelukkig is nu gebleken dat Beatrix echt helemaal niets te verwijten valt. Dat er geen twijfel aan haar integriteit is. Maar zo zie je maar hoe reageert op de korte termijn. Onder druk van als je de media niet censureert in China, dan zijn politici wel heel genegen om op die manier te reageren. En dat, En wordt het een soort van ja, leidt het naar niks en is het allemaal reageren op het korte. Dat je dus niet bezig bent met een strategie uitzetten voor de lange termijn en dus niet aan het investeren bent voor over waar je 20, 25 jaar wil zijn, wat China heel duidelijk wel doet. Ja, en omdat daar niet iedereen iedere keer verkiezingen zijn. Nee, daarom. En dat negatieve krantenberichten. Nee, dat helpt een heleboel. Wat dus eruit ziet eigenlijk als een gruwel, heeft ook wel zijn goede kanten. Ja, maar dat heeft zijn grenzen natuurlijk. Maar beide hebben zijn grenzen, ja. Ja, het heeft zijn grenzen. Ja. Bedankt voor het mooie gesprek. Nou, heel graag gedaan.